Drie Keldonkse molenaars, Hans van den Hurk, Johan van Zutphen en Jan Fransen, ontvingen zaterdagmiddag in Amsterdam hun getuigenschrift Vrijwillig Molenaar. Dit gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van de Hollandse Molen in het Koninklijke Instituut voor de Tropen. Meer dan 50 vrijwilligers waren de afgelopen jaren betrokken bij de herbouw en de restauratie van de oude Keldonkse molenromp. Het Keldonkse molenaarsteam kan niet wachten tot de Keldonkse molen volledig is herbouwd en gerestaureerd. Maar wanneer dat, dat zal zijn, is lastig te voorspellen. De stichting blijft erover in overleg met de gemeente, provincie en andere mogelijke subsidiënten.